We gaan pas innoveren als er echt pijn is. Als we pijn voelen, dan komen concurrenten met dezelfde soorten producten. Dan gaan we iets doen. Kijken, kan ik op korte termijn een onderscheidende product. Dit gaat te langzaam. Ik irriteer me mateloos. Niet aan jullie. Dat zijn allemaal redenen om niet te innoveren. En dan kunnen we jaren volhouden. Grappig. Helemaal waar. Dat is de eerste. De tweede vraag. Grof. Ja. Meteen nadenken over de accountability van innovatie. Want innovatie is hartstikke leuk. Maar met alle respect. Veel gerichter. We gaan aanbieden op gedrag. Als we in staat zijn om iets te ontwikkelen wat mensen leuk vinden, dan gebruiken we techniek om het te verspreiden. Ik kan het zeggen, want ik ben geen lid van het personeel. Ik begrijp het nog steeds niet. Dus de kracht van een propositie. En dit is heel makkelijk toe te passen. De levensader van IKEA. Ik zit aan een laag boven directies en raden van bestuur die niet in staat zijn om marketing en marketinnovatie centraal te persoonlijk. Maak hem één op één. Een digitale hypotheekadviseur. Ga aan de slag met berekeningen. Laat mensen tegen je. Je moet iets gaan doen. Dat kunnen kleine innovaties gaan zijn, grote innovaties zijn. Maar je moet een plan hebben wat lijkt naar optimalisatie van je strategie. Als je dat niet doet, dan heb je even naar vergelijkingszijde. Ik bepaal zelf wat ik koop. Ik bepaal welk product. Zorg voor persoonlijkheid. Want dat internet wordt steeds belangrijker. Dat wordt de plek waar bedrijven steeds vaker gaat om buikgevoel. En dat is een hele nieuwe dimensie in het neerzetten van merk.